Ik ga voornamelijk naar feel-good Amerikaanse en Engelse films. Vooral Engelse films. Een Nederlandse film, niet ondertiteld. Als je heel slecht hoort, zoals ik, dan... je kunt het niet volgen. Oud worden is niet echt leuk. Maar slecht horen, dat is echt heel ernstig. Je doet niet meer mee, je haakt af. Want luisteren is te moeilijk. Ik heb een tablet en ik probeer met die tablet toch zoveel mogelijk de dingen die er bestaan, die er mogelijk zijn, met hulp van mijn kleinzoon, mijn schoonzoon, het ook te leren. Dat ik op Instagram zit, dat ik kan WhatsAppen en nu met Subcatch. Zo heb ik een veel leuker leven als ouder wordend iemand. Ik ben al 80. Je luistert en je leest tegelijkertijd. De ondertiteling is eigenlijk ondersteuning voor wat je hoort. Ik zoek de app op, tik hem aan, dan komen die films, tik de film aan. En dan komt er afspelen en het gaat verder vanzelf. Ik verbaas me hoe makkelijk het gaat eigenlijk. De bioscopen en alle vestigingen van Pathé zijn er voor iedereen. En met de apps van Subcatch en Aircatch benaderen we weer een groep die anders niet kan genieten van de mooie filmervaring bij de bioscoop van Pathé. Misschien denk je dat met ondertiteling lezen dat stoort voor anderen. Maar test blijkt eigenlijk dat het niet zo is. Iedereen omarmt ook dat mensen soms hulp nodig hebben bij films kijken. De techniek is er al. De techniek van Subcatch en Aircatch die zit in de app. Die kan iedereen thuis downloaden. En als je een film gekozen hebt, heb je van tevoren al informatie binnen. En in de zaal zet je hem aan. En door de synchronisatie weet je precies waar je bent. En de bioscoop hoeft niks te doen daarvoor. Thank you.